kijkers van het kanaal van El Rico Mania. En zoals je ziet, deze keer zit ik helemaal alleen. Dat komt omdat El Rico had niet zo heel veel spulletjes gekocht. En ik wel. Dus welkom bij deze Mega XL of XL Action Shoplog. Ik heb net geshopt bij de Action. Schrik niet, maar ik ben ongeveer 50 euro kwijt. Oeps. Maar ik heb hier dus echt een mega grote tas van de Action. En ik ga dus in deze video jullie laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb onder andere ook wat kerstdingetjes gekocht. Zoals Sinterklaas nog moet komen. Maar lekker boeiend. Dus hebben jullie zin in deze video, doe dan even een blauw duimpje omhoog. Echt niet van de video. Oké, ik heb jullie dus verteld dat ik dus geshopt heb bij de Action. Maar ik heb ook drie dingen... andere kerstdingetjes opgehaald. Alleen, dat is van een andere winkel, maar ik wilde jullie toch laten zien. Ik moest namelijk mijn decemberkalender inleveren, want ik had blijkbaar 10 euro gewonnen. Ik dacht 5. Dus ik heb even twee nieuwe gekocht. Dit zijn eigenlijk een deel van mijn kerstcadeautjes, want Ricardo heeft 1 en ik heb 1. Zo ziet hij eruit. En deze zijn officieel 5 euro per stuk, maar ik had dus blijkbaar 10 euro gewonnen. Dus ik dacht, ik neem er lekker 2 mee. En ja, ik wil zeggen van, doe dit niet als je jong bent van 18, maar ik had ook al zo'n kraskaart toen ik onder de 18 was. Maar deze komt bij de Primera weg en ik wilde jullie dit toch laten zien en kijken hoe leuk dit verpakt is. Je zet er een naam op en en je kan het geven. Oké, het volgende wat ik heb opgehaald, dat is bij ons heet het Blitzverkoop, maar die zijn samen met de Top 1 Toys samen. En daar heb ik deze superleuke kerstkaart gekocht en deze kost 2 euro. Echt super leuk, 2 kleuren. Ik hou ervan. Top! Oké, nu gaan we echt door naar de grote, mega, hoe je het ook maar wil noemen, Action Shoplog. Dacht ik. Ik heb hier nog wat liggen. Ik heb namelijk bij Snuffelcast, oftewel een tweedehands winkeltje, Pokémon kaart gekocht. Ik heb echt te veel gekocht vandaag. Ik heb hier onder andere een pakje sleeves gekocht en deze kostte 3,50 euro. En ik heb dan nog een dicht pakje gekocht. En dat is deze. En deze kostte 4 euro. Het voordeel is, ja, je kan ze al wel zien. Dat is misschien een beetje jammer. En ik heb hier nog een stapeltje losse kaarten. Maar die ga ik nu niet allemaal met jullie beantwoorden. Of in ieder geval laten zien. Want het is geen Pokémon video. Maar nu gaan we echt door naar de mega grote Action Shoplog. Oké, nou ben ik weer wat kwijt. Natuurlijk. Oh nee, toch niet. Oké, zoals ik al zei, ik ben dus ongeveer 50 euro kwijt. En om precies te zijn, ben ik 49,74 euro kwijt. Ik heb nog nooit zoveel spullen uitgegeven bij de Action. Dus ik ga jullie wat dingetjes laten zien. Even kijken. Ik begin bij een van de meest vrolijke producten. En dat zijn maskers. Ik ben echt een maskerfreak. Ik hou daarvan. Dus daar heb ik wat van opgehaald. En ook jongens, dit laat ik zien. Want wat ik vond zijn titelmaskers. Hoe leuk zijn deze? Ik heb deze vaak geprobeerd en ze zijn echt super grappig. En deze borstenmaskers kosten 69 cent per stuk. Maar kap ze in de tas, dolly weg. Dan gaan we door naar het volgende masker. En dat zijn deze leuke lipmasks. Gebruik ik eigenlijk ook altijd weinig over te vertellen. En die twee lipmaskers kosten 59 cent per stuk. Dan heb ik nog een masker. Deze Bubbles Treat Sheet Mask. Dus deze krijgt allemaal bubbeltjes. En deze Bubbles Sheet Mask. Ik moet mijn kat af en toe waarschuwen. Deze kostte ook 59 cent per stuk. Dan heb ik ook nog deze leuke Bamboo Charcoal Sheet Mask. Ik hou van bamboe, dus dat is helemaal top. En die... Even kijken. Dolly weg. Waar staat dat nou? Ik ben hier heel slecht in, jongens. Sorry daarvoor. Hé, waar staat dat nou? Ik kan het niet vinden. Wat is dit? Oh hier, die kost 84 cent. En
Dan heb ik ook nog wat twee grappige gevonden. Dit is een beetje in het thema van ja, superhelden. En ik heb dus hier één. All you need is sheet mask to feel better again. Dit is met cafeïne. Ik ken het niet, dus leuk om te proberen. En deze kostte ook maar 59 cent per stuk. En dan heb ik deze. En dit is ook all you need is sheet mask to feel alive again with aloe vera. Superleuk. En ook die kostte 59 cent. Ik heb echt van alles door elkaar in de tas. Dus we komen van kerstspul naar gewone spul. Ga zo maar door. Want het volgende wat ik uithaal is namelijk kerstpapier. Ik had nog wel één rol, maar ik weet niet hoeveel ik cadeautjes ga halen. Dus ik heb weer een nieuwe rol. En deze vond ik het enige heel leuk. Er zit niet heel veel kleur in, maar boeien. Dus ik heb hier een grote rol met kerstpapier. Oh, waar staat dit in hemelsnaam? Ik ben hier niet goed in. Oh, hier. 69 cent. Er ligt ook nog mosterd op de achtergrond. En ja, jongens. Ik moet eraan geloven. Ik heb een kerstmuts gekocht. Hoe leuk. Oh my god. Ziet er echt super grappig uit. Nou, ik heb dus gewoon een simpele kerstmuts. Had ik niet. Is leuk om te hebben. Waar staat dat? Kerstmuts. Kostte 89 cent. Ik merk nu al dat ik echt sowieso al onder de euro zit. Geen wonder dat ik ook zoveel heb. Dan heb ik iets opgehaald wat ik nodig had. En dat zijn deze wattenstokjes. En die... Oh, wattenstokjes. Waar staat het nou? Ik ben hier niet goed in. Hé, waar staat het nou? Kom on. Oh, hier. Kost 85 cent. Sorry jongens, voordat ik te lang moet zoeken. Die kan ik hem niet uithalen. Dan heb ik even een leuke set van muts en handschoenen. Ik heb gewoon zo'n simpele merk. En toevallig hadden ze daar handschoenen van. Dus ik neem ze allebei mee. Want ja jongens, we moeten eraan geloven. Het wordt weer kouder. En dat is gewoon niet leuk. Dus ik heb een nieuwe muts en handschoenen opgehaald. En even kijken, volgens mij kwam ik die net ergens tegen. Hé, dit zijn toevallig thermohandschoenen. Oh, dat is... Oké. Okay. Die kostte 1,99 die handschoenen. Dat zijn dus deze. En de muts kostte 1,59. Dan heb ik het volgende opgehaald. Dit is een make-up remover gullet. Oftewel, dit is gewoon een reinigingsdoekje. Nou... ja, het is wel handig op zich, denk ik. Maar dan verspil je in ieder geval niet zoveel wattenschijfjes zoals ik altijd gebruik. Want ik gebruik eigenlijk het enige make-up wat ik gebruik is mascara. Ik heb alleen nu niet op mijn... Daar heb ik gewoon geen zin in. Maar die leek me leuk om een keer uit te proberen of het echt wat was. En even kijken. Die reinigingsdoek kostte 89 cent. Dan kwam ik iets tegen. En dit is zo leuk. Dit had ik nog niet. En dit is dus Colorful Guttery, geloof ik. Kijk hoe leuk deze lepels zijn. Oh, deze had ik nog niet voor mijn collectie. Ik vond ze zo leuk. Dit is ook trouwens super leuk, misschien om als kerstcadeau te geven. Maar ik wou ze nu. Even kijken hoor. Die kostte 1,99. Dan heb ik weer wat vrouwelijks opgehaald. En dat is een spiegel. Want die andere spiegel is voor mij stuk. Of de pootjes lam. Dus ik heb deze spiegel, die zal nog blijven dubbelzijdig. Even kijken. Die spiegel kostte 2,49 €. Dan heb ik ook nog wat grappigs gekocht. En dat zijn deze, dit is dit hele leuke brilletje voor de kerst. Party glasses. Ik zou eens openmaken. Kijken of dat ook over mijn gewone bril heen kan. Want als ik deze bril af heb, dan zie ik anders niks. Even kijken hoor. Oh, het is heel makkelijk over mijn andere bril. Ah, kijk hoe leuk. Nou, als ik ook nog mijn kerstbril... Of een kerstbril. Kerstmuts op doe. Oh. Ja, helemaal top. Helemaal leuk. Oké, okay, ik hou hiervan. Oh my god. Oké, okay, helemaal top. Deze is ook sowieso geslaagd.
Dit is dus een party closet. Glasses. Ik kan echt totaal geen Engels, maar goed. Even kijken. Die kerstpartybril kostte 79 cent. Ik zou zeggen, halen die handel, want ze had ook nog meerdere soorten. Dus helemaal leuk. Top. Deze moest ik even heel voorzichtig uitpakken. Ik ga namelijk geen grote kerstboom opzetten, omdat ik katten heb. Maar ik heb dus dit hele leuke, klein, schattige kerstboompje. Ik had eigenlijk één gewild met licht, maar deze vond ik eigenlijk toch stiekem wat leuker. En dit is dus een zilveren met gouden ballen. Echt super leuk. Dus ja, mijn eerste kerstboom in huis. Ik wil namelijk geen grote. En deze super leuke, reusachtige kerstboom. Die kerstboom XL met ballen kostte €4,99. Dan had ik ook even wat huishoudelijke producten nodig. En dat zijn deze zakken. Die haal ik eigenlijk altijd als standaard bij de Action op. Omdat ze lekker groot zijn. En ze hebben van die bandjes. En dat is echt altijd heel chill. Dus die haal ik eigenlijk altijd standaard op. En die met trekband kostte €1,59 per stuk. Maar, even kijken. Ik heb ook twee katten en dan moet de kattenbak ook gedaan worden. En doe ik het liefst met andere vuilniszakken. Normaal gesproken doe ik dat met die roze van Lavendel. Alleen die hadden ze momenteel niet meer. Dus ik heb een andere opgehaald. Dat zijn deze en dit is de van, hoeveel liter is het? 20 tot 25 liter. Dus ja, dan gooi ik niet heel veel weg. En deze vuilniszakken kosten 59 cent per stuk. Dan heb ik even nog wat vrouwelijke producten opgehaald. Zoals ik al zei, wattenschijfjes. Ook al heb ik een wattenstokje gebruikt of gekocht. Die heb ik eigenlijk standaard in huis. En deze wattenschijfjes, even kijken, kosten 89 cent. Dan heb ik nog iets weer. En dit is dan voor deze keer voor de tanden. Tandenstokers. Want ik heb een spleetje tussen mijn tanden. Dan gaat het rotzooi tussen zitten. Ook weer lekker belangrijk wat ik zeg nu. Even kijken, waar staat dat? Hè? Waar staat dat nou? Hoe heet dit? Deze Denta Pro. Oh jee, dacht ik. Ja, deze Denta Pro 2-in-1 kostte 69 cent. Dan heb ik nog wat beauty dingetjes. Nog drie beauty dingetjes. Normaal gesproken heb ik van Garnier de reinigingswater. Alleen die hadden ze niet meer, maar ik had echt reinigingsspullen nodig. Dus ik heb deze keer de reinigingslotion van Garnier. En ik hoop dat deze eigenlijk net zo goed is, want ik heb nog nooit reinigingsgel gebruikt. Deze reinigingsgel. Volgens mij ga ik er weer overheen. Wat staat er nou? Oh hier. Kostte €1,29. Echt super handig als je een vrouw bent. En je wil niet zoveel geld uitgeven voor Garnier. Dan heb ik ook nog even lipbalsen, want mijn lippen zijn momenteel echt super droog. Normaal gesproken nooit last van, maar deze keer wel. Dus ik heb even deze opgehaald en dit is lipbalm Son. Soft Tense en Protect nog wat. Pearl Shine. Dit geeft waarschijnlijk dus af op mijn lippen. Dat wil ik nooit. Dus waarschijnlijk heb ik ook nog weer een verkeerde opgehaald. Natuurlijk. Even kijken. Ik kwam net heel vaak tegen. Die lipbalsem, twee stuks, kostte 79 cent. Of 67 cent, sorry. Nou, we zijn er nog niet helemaal. Ik heb namelijk ook nog handzeep opgehaald. Ik heb gewoon zo'n standaard handzeep, want die voor mij was bijna op. En ja, door de corona natuurlijk moeten wij heel veel ons handen wassen. Dus ik heb even nieuwe handzeep opgehaald. En even kijken. Die handzeep. Ik had toch bijna alles gehad moeten hebben. Oh hier, kost 99 cent. Dan heb ik nog
twee dingen wat het gaat om vrouwelijke dingen. Playboy Deo. Normaal gesproken heb ik deze, maar ik dacht, ik zag deze. Ik kon niet kiezen, dus ik neem ze allebei lekker mee. Want mijn deo is op. Dus ik heb lekkere Puma. Puma. Playboy Deo. Echt super handig om dat altijd te hebben. En ik heb dus twee Puma, of Puma, Playboy Deo's. En ze kosten 1,85 per stuk. Dan heb ik nog hierna nog twee dingetjes wat te maken heeft met de kerst. Ik heb namelijk ook deze twee hele leuke ballen gevonden. En hier had ik echt een super leuk idee mee om te gaan knutselen, want zoals jullie weten, Elrico en ik zijn helemaal into de Pokémon. Voornamelijk ik heel erg. En ik heb hier dus hier gezien dat ze hier dus van Pokéballen maken. Dus ik ga dit binnenkort maken. En dan geeft het dus ook nog superleuk licht. Kijk, ja, ik weet niet of je het ziet. Maar kijk, hij verandert dus van kleur. Hoe leuk. En sorry voor mijn slechte nagels. En deze ballenverlichting kost deze multicolor lichtbal kostte 95 cent per stuk. Nou, dan ben ik aangekomen bij het laatste gedeelte van de kerst. En dat zijn deze twee hele leuke dingetjes. Ik heb hier één wit met goud met het woordje Christmas. Sorry dat het trouwens in spiegelbeeld staat, maar in ieder geval één met Christmas. En ik vond deze zelf wel echt heel leuk. En dat is één met snow en zilver en witte kleuren. Daar ben ik wat meer van. Maar goed, ik heb dus deze hele leuke bordjes en die ga ik gewoon ergens in het huis neerzetten. Dus helemaal leuk. En dit zijn trouwens houten bordjes, mocht je nieuwsgierig zijn. Even kijken. Die letters met glitters kosten allebei 1,49. Dan heb ik, even kijken. Ja, dan heb ik nog vier dingetjes te gaan. Eén daarvan is een cadeautje van voor Noah alvast als kerstcadeau, wat jij jongens ook... Ik ben zo gek om ook huisdieren een cadeautje te geven, want ja, dat is gewoon, vind ik gewoon leuk. En Ricardo, in ieder geval Elrico, had mij gevraagd dat, of ik een cadeautje wil ophalen, iets dat beweegt. Dus dat kwam ik toevallig net tegen. En ik hoop dat Noah dit leuk gaat vinden. Dit is namelijk een soort van, wat is dit? Een kattenspeelgoed, Cat and Chase. Met een rollend staafje voor de ultieme uitdaging voor de kat. Oh, er moet blijkbaar ook batterijen in die niet inbegrepen zijn. Oh, ik moet nog batterijen halen. Bevestig het staafje en leg het doek over de apparaat. Bevestig vervolgens de klap om het geheel van de plaats te houden. Druk op de knop om de apparaat te starten. Nou, Noah die houdt helemaal van bewegen. Dingetjes, ook deze kwam ik dus tegen. Je had nog maar meerdere kleuren, maar... Ik zou zeggen, neem die maar mee, want het is een cadeautje voor Noah. Dus als ik dat zie, maakt me toch niet uit. Dus ja, ik vond dus deze Noah helpen van bewegen dingetjes. Dus dit is echt een hele leuke, ultieme kerstcadeau voor de Noah. En deze Beastie kattenspeelgoed kostte 4,95. En dan heb ik me aangekomen door drie lekkere dingetjes op te halen. Want wie doet dat nou niet? Als je dan alles wat je nodig hebt ophaalt en dan vervolgens naar de snoepafdeling gaat om lekkere dingetjes op te halen. Nou, ik heb dus drie leuke dingetjes opgehaald. Ik heb namelijk een hele leuke kerstman met Smarties erin. Hey Dolly! Nou, Dolly zit in de tas. Nou, ik heb toch klaar. Nou, hier, gebruik de tas dan maar. In ieder geval, ik heb dus deze hele leuke kerstman met Smarties erin. En ik heb deze pinguïn kwam ik uiteindelijk nog tegen. En die vind ik heel leuk voor mezelf. En deze Smartie dingetjes. Sorry voor dat geluid, want de katten zijn nu bezig met mijn tas. Even kijken hoor. Waar staat dat nou? Voor mij ga ik nu iets te snel overheen. Volgens mij stoot er een kat tegen de statief aan. Even kijken. Waar staat dat nou? Serieus, ik moet nu het laatste paar dingetjes opzoeken en dan kan ik niet vinden. Dat is raar. Oh, hier. Ik heb in ieder geval hier die winterman. Deze kostte 1,49. Ja, die kost 1,49 die man.
En wat kostte die pinguïn dan? Hè, ik vind het raar. Ik kan dat gewoon niet vinden. Oh, hier. En deze kostte ook 1,49. En dan ga ik door naar het allerlaatste item wat ik heb geshopt bij de Action. En dat zijn deze Noga dingetjes. Ik ben echt helemaal fan van Noga. En ik had het al zo lang niet meer gegeven. Dus ik dacht, ik neem het een keer lekker mee. En volgens mij is deze uit mijn hoofd 99 cent. Dat dacht ik in ieder geval. Tenzij dat het duurder is geworden. Ja, dan moet ik het alleen wel zoeken. Maar ik had het net gevonden. Oh, hier. Kijk. Ze waren inderdaad 99 cent. En ja, ik moest natuurlijk ook een Big Shopper kopen. En die kost 58 cent. En dit is dan uiteindelijk mijn mega grote XL Action Shoplog. Met wat kleine andere dingetjes. Ik was dus in totaal 49,74 euro kwijt. Dat is echt bizar veel. Normaal gesproken geef ik nooit zoveel uit. Maar dit zijn dus alle dingetjes wat ik heb geshopt. Onder andere spulletjes voor de kerst. Maskertjes wat ik zelf dus nodig had. Maar ook heel veel dingen wat ik gewoon echt thuis nodig had. Heb ik opgehaald. Maar als ik dit zo nu zie, heb ik volgens mij meer kerst dan eigenlijk andere dingetjes nodig had. Maar goed, lekker belangrijk. Dit is in ieder geval mijn mega grote XXL. Denk ik wel. Nee, dat gaat. Shoplog. Dus vond je deze video nou leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal hier beneden. Als je meer van dit soort video's wil zien. En ja. Ik hoop dat jullie deze video in ieder geval leuk vonden. Want ik vind zelf shoplogs altijd super leuk om te kijken. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Nogmaals, doe even een blauw duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter wat je hiervan vond. En dan checken jullie weer bij een volgende video. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Mazzel!